Beste leden, ik heb goed nieuws. Het is namelijk zo dat de noodverordening heeft aangegeven dat we buitengewoon door kunnen gaan met onze lessen. We mogen met meerdere groepjes van 2 mogen we buiten blijven sporten. Dus waarbij het eerst groepjes van 4 waren, zijn het nu groepjes van 2 met dezelfde maatregelen. En ik snap dat het een beetje misschien chaotisch overkomt en misschien onduidelijk. En ik moet ook zeggen dat het ook is. Ik ben sinds gisteravond... die update van de Rijksoverheid om 7:30 ben ik hier constant mee bezig geweest. Om alle updates enzovoort nauwkeurig te volgen. Ik heb vervolgens weer een nieuwe update geplaatst. En toen werd ik benaderd door een lid van ons. Die werkt bij de gemeente, bij een andere gemeente, niet bij Alkmaar. Maar die werkt ook voor de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. En hij heeft mij gewezen op de noodverordening. En dat die nu rechtsgeldig is en dat die ook wordt uitgevoerd en waar ook op wordt gehandhaafd door de handhaving, waar we ons dus aan moeten houden. Ik heb vervolgens de gemeente Alkmaar gebeld en ik wil graag even het goede nieuws nog even extra met jullie delen. Want ik heb hier namelijk de mail van degene die erover gaat in Alkmaar, een van de personen, waarin ik mijn vraag heb gesteld. Dit is ter bevestiging dat het 100% allemaal klopt. Want het is dus helaas verwarrend, hij geeft antwoord op mijn vraag. Mogen de lessen blijven geven. De groepjes mogen maximaal 2 personen bestaan en onderling 1,5 meter afstand tot elkaar. Er mogen dus meerdere groepjes samen trainen als er een duidelijke afbakening is. En dat is er natuurlijk bij ons gewoon, we hebben de kegels. En daarnaast, de groepjes mogen zich niet mengen. Dit is allemaal al bij ons bekend. Dit staat dus ook in de noodverordening. Ik heb nu dus het groene licht van de gemeente Alkmaar, van Arjen, die adviseur is van openbare orde en veiligheid. Dus dat is super positief nieuws, jongens. Het was ook al een beetje gek dat je binnen wel mocht fitnessen en buiten in de buitenlucht, waar het heel veilig is, ineens niks meer mag. Dus ik ben hier super blij mee. En ik kom dus ook gelijk met deze update, omdat ik jullie snel wil informeren. Omdat ik het fijn vind als er duidelijkheid is. Nou, helaas is die duidelijkheid dus, heeft dat een beetje op zich laten wachten. Maar nu is er dan dus echt duidelijkheid in hoe we het aankomende 2 weken gaan vormgeven. En dat is dus dat we de groepjes van 2 gaan handhaven in de lessen. Dat klinkt een beetje heftig, maar groepjes van 2 in de lessen. En dat we niet gaan mengen. En op die manier kunnen we de lessen lekker blijven geven. Dus daarom ook nu gelijk de update. Want vanavond hebben we lessen op de rooster staan. En die gaan dus gewoon lekker door. Dus ik hoop veel van jullie vanavond al te zien. En de rest in de andere lessen. Ik hoop dat dit voor nu, dit is de laatste update. Daar gaan we gewoon vanuit. Daar heeft Arjen ook toezegging in gedaan dat de noodverordening, zolang er geen nieuwe persconferentie komt, geldt die noodverordening gewoon. En kunnen wij hier gewoon vanuit gaan. Dus, excuus voor misschien de verwarring. En die verwarring die heb ik dus zelf ook zeker gehad. Maar ik ben dus heel blij nu dat het nu duidelijk is wat wel mag. En we mogen dus gewoon lekker sporten met de maatregelen die ik net heb laten zien. En dan zie ik jullie snel in de lessen, jongens. Einde bericht. Heel positief. Ik ben er heel blij mee. Ik hoop jullie ook. En tot snel.